De Dacia Spring is uitgerust met het actief noodremsysteem of AEB. Met behulp van de informatie van de radar die op de voorzijde is gemonteerd, berekent het systeem voortdurend de afstand tot uw voorligger. Als er een risico op een frontale aanrijding is, waarschuwt het systeem de bestuurder met een pieptoon en een controlelampje op het instrumentenpaneel om hem aan te zetten tot gepaste snelle actie, met behulp van de remmen en slash of het stuurwiel. Afhankelijk van de reactie van de bestuurder kan het systeem ondersteunen met remmen om schade te beperken of een aanrijding te voorkomen. Wanneer u tussen 7 en 125 km per uur rijdt, waarschuwt het systeem u als er een risico op een aanrijding met uw voorligger is om u tot actie aan te zetten door dit controlelampje weer te geven op het instrumentenpaneel, gecombineerd met een geluidssignaal. Als u niets of niet voldoende doet en de aanrijding nog steeds dreigt, wordt de noodrem geactiveerd. Let op, u kunt het remmen op elk moment onderbreken door het gaspedaal in te drukken of door weg van de aanrijding te sturen. Afhankelijk van de snelheid kunnen de waarschuwing en het remmen mogelijk gelijktijdig plaatsvinden. Het systeem detecteert slechts bewegende voertuigen die in dezelfde richting rijden als u. Het systeem kan geen motoren detecteren, gezien de complexiteit van het voorspellen van hun rijlijn. Stilstaande voertuigen worden gedetecteerd wanneer u tussen ongeveer 7 en 80 km per uur rijdt. Belangrijk, het systeem werkt niet en zal u niet waarschuwen voor stilstaande voertuigen zodra uw snelheid boven ongeveer 80 km per uur komt. Om het autonome remsysteem te activeren terwijl het voertuig stilstaat met ingeschakeld contact, blijft u deze knop indrukken tot de AEB-pagina op het middelste scherm verschijnt. Houd deze knop gedurende 3 seconden ingedrukt om het systeem uit te schakelen. Het bericht AEB of verschijnt op het instrumentenpaneel. Om AEB weer in te schakelen, houdt u deze knop ingedrukt. Het bericht AEB of verschijnt op het instrumentenpaneel. Omwille van de veiligheid schakelt het systeem automatisch in wanneer u het contact inschakelt. Als het systeem een tijdelijke storing detecteert, gaat er een oranje controlelampje branden en verschijnt het bericht AEB of op het instrumentenpaneel. Dit betekent dat het actief remmen is losgekoppeld. Dit kan worden veroorzaakt door vuil, modder, sneeuw of condens op de voorste sensor. Rijd in dit geval naar een parkeerplek, schakel de motor uit en maak de voorbumper schoon. Wanneer u de motor de volgende keer start, dooft het controlelampje en verdwijnt het bericht. Is dit niet het geval, neem dan contact op met een merkdealer. Als de sleutel en het controlelampje voor tijdelijke storing oranje gaan branden op het instrumentenpaneel, heeft het systeem een storing van de radar gedetecteerd. Neem contact op met een merkdealer. Belangrijk, in geval van een aanrijding kunnen wijzigingen aan de radar van invloed zijn op de prestaties ervan. Schakel de functie uit en neem contact op met een merkdealer. Werkzaamheden in de omgeving rond de radar, zoals reparaties, vervanging en bijwerken van lakwerk, moeten door een erkende professional worden uitgevoerd. Alleen merkdealers zijn gemachtigd om aan het systeem te werken. U moet de functie uitschakelen als de remlichten niet werken, als de voorzijde van het voertuig beschadigd is, aanrijding, krassen op de radar, enzovoort, of als het voertuig wordt gesleept. Deze functie is een rijhulpmiddel, maar is op geen enkele wijze een vervanging voor uw oplettendheid of verantwoordelijkheid tijdens het rijden. U moet te alle tijden de controle over uw voertuig houden.